CHE deeltijdstudies. Je wilt verder studeren, om door te groeien in je vakgebied of om over te stappen naar een ander vak. Een HBO-diploma is daarbij wel zo prettig. Met een gecertificeerd bachelordiploma kom je een stap verder. Naast je werk of gezin studeren doe je het liefst in je eigen tempo en zo efficiënt mogelijk. Je tijd is immers waardevol. Dat begrijpen we. Bij de deeltijdstudies van de Christelijke Hogeschool Ede kun je daarom flexibel studeren. We waarderen wat je al kan en weet. En jij studeert alleen voor hetgeen jij nog moet ontwikkelen. Een studie helemaal voor jou, op maat dus. Studeren in deeltijd doe je bij de CHE vooral in de praktijk. In de context van jouw eigen werkplek werk je aan je studieopdrachten en breng je je nieuwe kennis direct in de praktijk. Dat is goed voor jezelf en voor je werkgever. We laten je ook graag kennis maken met wat de CHE anders maakt. We zijn een christelijke hogeschool. Dat merk je aan onze docenten, de lesinhoud en een persoonlijke aanpak. We dagen je uit om na te denken over jouw persoonlijke overtuiging in je werk. Een waardegedreven professional noemen we dat. Vanuit onze christelijke levensbeschouwing besteden we aandacht aan ethische dilemma's, zingeving aan je werk en de rol die jij als professional inneemt in de beroepspraktijk van jouw vakgebied. Hoe werkt het? Op de CHE studeer je niet in de vaste jaren, maar in 8 losse modules. Deze modules vormen samen het hele studieprogramma. Breng je zelf al ervaring of een diploma mee, dan kun je sneller naar je diploma toe. Afhankelijk van wat je al weet en kan, krijg je vrijstellingen van modules of delen van modules. Efficiënter studeren dus. Elke student doorloopt modules 1 en 8. Het begin van je studie en de afsluiting, je afstudeerproject. In alle modules daartussen kun je variëren, inkorten en uitwisselen van je studieinhoud. Zo bouw je niet alleen een efficiënte studie, maar richt je je studie ook zo in, zodat die bij jouw interesses en ontwikkelingsambities past. Voordat je je inschrijft, doe je de quickscan. Hiermee krijg je al een eerste beeld van hoe de opleiding voor jou eruit zou kunnen zien. Na je inschrijving volgt een instroomassessment. Daarin bewijs je over welke vaardigheden je al beschikt en maak je samen met je persoonlijke studiebegeleider een eigen leerplan. Je studeert natuurlijk niet alleen. Je krijgt een studiebegeleider die je ondersteunt, uitdaagt en verder helpt. Naast de klassikale lessen heb je ook de mogelijkheid om samen met andere studenten te werken aan je leeruitkomsten. Dat kunnen studenten van je eigen studie of van een andere studie zijn. Zo kijk je ook eens over de muur van je eigen vakgebied heen. Verder volg je een aantal lessen per module op de hogeschool in Ede. Daarnaast leer je digitaal, op je werk en thuis. Ik heb voor een deeltijdopleiding gekozen omdat ik al een mbo-opleiding heb gedaan als verpleegkundige. En ik nu merkte in mijn werk dat ik toch een stuk verdieping miste. Doordat je met elkaar in de klas zit, leer je van elkaars vakdiscipline en je leert ook van elkaars doelgroepen, waardoor de theorie en de praktijk goed aan elkaar kunt verbinden. In mijn opleiding als leerkracht basisonderwijs is het heel belangrijk om praktisch bezig te zijn. Je leert namelijk niet op school hoe je met kinderen omgaat. Dat moet je ervaren, dat moet je doen en dat is wat deze opleiding voor mij heel uniek en speciaal maakt. Ik had geen tijd om in de collegebanken te zitten veel. Ik wilde het liefst gewoon zelf mijn tijd te kunnen delen, online aan de gang gaan. En dat bood de CAE. Als ik aan het CAE denk, dan denk ik aan een leeromgeving die rust biedt, waarbij respect is voor ieder mens, ongeacht je achtergrond of je herkomst. Kortom, zoek je een HBO-deeltijdopleiding die past bij jouw ontwikkeling, waarde en persoonlijke situatie? Kom dan kennis maken met de deeltijdopleidingen van de Christelijke Hogeschool Ede op een van onze open dagen. Kijk op www.che.nl/deeltijd.